Panamese politie doorzoekt huizen. En agressieve tbs'er veroorzaakt onrust. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. In Panama hebben Nederlandse reddingshonden ook huizen in het dorp Boket doorzocht. Politie is samen met de reddingshonden meerdere huizen binnengegaan op zoek naar Chris en Lisanne. Maar nergens zijn sporen gevonden die erop wijzen dat de vriendinnen daar kunnen zijn. Nu er zo grondig is gezocht in zowel huizen als natuurgebieden, is de kans volgens een woordvoerder van de familie klein dat Lisanne en Chris nog in Boket zijn. De zoekactie van de reddingshonden en hun begeleiders zit er nu op. Morgen komen ze terug naar Nederland. Tevreden van, we hebben het een heel groot gebied afgezocht en we kunnen uitsluiten dat ze daar zijn. Dus het zoekgebied voor de mensen die nu verder gaan wordt kleiner. Dus ze kunnen zich op andere dingen gaan concentreren. Ze balen natuurlijk wel van, we hebben ze niet gevonden. Want daar ga je tenslotte voor. En de benefietavond voor Chris en Lisanne in Amersfoort heeft gisteravond in totaal 20.000 euro opgeleverd. En dat wordt gebruikt om te blijven zoeken naar de vermiste studenten. Burgemeester Bolsius van Amersfoort geeft het startsein voor de sponsorloop. Midden in de drukke Lange Straat in de binnenstad zijn loopbanden neergezet. En er zijn ook kinderactiviteiten en er is muziek. Elke cent die binnenkomt gaat naar de stichting Vind Chris en Lisanne. Hun familie is erbij en geroerd door de actie. Dat is heel fijn te zien, alsof Amersfoort echt het hele hart heeft. Van het hart van Amersfoort komt nu naar voren eigenlijk. En iedereen loopt altijd te zeuren over de maatschappij, dit en dat. Maar als je dit zo ziet, het is heel vervelend dat er zoiets aan vooraf moet gaan. Maar er is echt wel heel veel mensheid in Nederland. Het is heel fijn om te zien. Burgemeester Bolsius heeft de afgelopen tijd regelmatig contact gehad met de familie van de vermiste vrouwen. De verdwijning raakt ook hem. Ik heb zelf veel gereisd in Midden-Amerika. Dan voel je ook als vader hoe het raakt. En de dagen daarna dan merk je ook hoe de samenleving Amersfoort op reageert. Want het zijn niet alleen maar de ouders, de families die jonge vrouwen missen. Maar het is ook de vriendinnen van de volleybal. Het zijn de oude schoolmaten. Het zijn de mensen die met hen samenwerken in de horeca. En dan merk je hoeveel verbindingen er zijn met deze twee jonge vrouwen. Wie gaat voor die 25 euro voor dit prachtige boekwerk van Amersfoort? Echt unieke historie. Eenmaal daar. Als de veiling start, kijkt de familie gespannen toe. Komen de Amersfoorters over de brug? Ja, dan gaat u 105 euro. Prachtig, dank u wel. Even applaus om te laten merken dat dit is weer... Het geld is hard nodig, vooral om ervoor te zorgen dat er altijd familie van de jonge vrouwen in Panama is. Wanneer ze gevonden worden, wil de familie erbij zijn. En willen ze niet dat er eerst andere mensen bij zijn die hun ontvangen dan. Je wilt liefst je eigen kind, mijn ouders en Lisanne's ouders, je eigen kind in de armen kunnen sluiten als eerste, voordat iemand anders dat doet. 105 euro, 115 euro, dank u vriendelijk. Momenteel zijn de ouders van Chris in Panama. En we krijgen continu updates vanuit Panama inderdaad. En je hoopt elke keer op het verlossende telefoontje. Verkocht. Komt u even naar voren. Gelukkig is Amersfoort gul vanavond. Ja, die veiling alleen al die bracht ruim 7.500 euro op. En alle activiteiten samen dus, zoals gezegd, 20.000 euro. En de Amersfoortse ondernemers die gaan door. Morgen is er nog een benefietconcert in de Flint. En volgende week zaterdag, dat is 14 juni, dan wordt de horeca in heel Nederland gevraagd om alle fooien te doneren aan Stichting Vind Chris en Lisanne. Er komt een spoeddebat over het afblazen van een tijdelijke plek voor prostituees in Utrecht. Volgens het stadsbestuur gaat het inrichten van die tijdelijke zone te lang duren en daarom wordt er geen 450.000 euro ingestoken. Na de sluiting van het zandpad zouden de vrouwen op een andere plek vlakbij aan het werk kunnen. Maar dat gaat nu dus niet door. Voor de PvdA kwam dit besluit uit de lucht vallen en de partij heeft om een spoeddebat gevraagd dat door de gemeenteraad wordt ondersteund. Ze zeggen we moeten ons aan de procedures houden, maar dan zeg ik op mijn beurt, volgens mij zijn wetten en procedures in die 7 weken niet veranderd. Dus ik wil echt meer uitleg hebben over waarom die locatie nu niet doorgaat. Ja, het spoeddebat dat is aangevraagd, dat is volgende week donderdag. En meer over de prostitutie in Utrecht in onze avonduitzending. Een agressieve tbs'er heeft in Utrecht voor veel onrust gezorgd. Dat gebeurde bij het Pieter Baan Centrum. Hij werd agressief tegen personeelsleden en vernielde zijn cel. De politie werd erbij geroepen en wist de man uiteindelijk te kalmeren. Ook buiten de kliniek was veel politie op de been en dat maakte grote indruk op de buurt.
Nou ja, er waren vooral heel veel politiewagens en gewoon heel veel mensen op straat. En ja, mensen gaan toch vragen van, joh, weten jullie wat er aan de hand is? En nou, wij vroegen natuurlijk ook aan andere mensen, want we waren heel nieuwsgierig. En ja, het was gewoon heel druk. En ja, heel veel chaos eigenlijk. Ja, in het Pieter Baan Centrum worden verdachten van misdrijven psychologisch onderzocht of ze geestelijke stoornissen hebben of toerekeningsvatbaar zijn. De politie is nog tot gisteravond bezig geweest met het opruimen van een enorme wietplantage die gisteren in Houten is ontdekt. Ruim 16.000 plantjes die verstopt waren in kassen achter rijen komkommers zijn weggehaald. Het is een van de grootste hennepvangsten in onze regio. De politie kwam de wietplantage via een anonieme tip op het spoor. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mogelijke verruiming van het kinderpardon. Dit op initiatief van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik. Ostendorp vindt dat er een bredere kinderpardon moet komen. Ook voor kinderen die niet onder rijkstoezicht stonden. De burgemeester startte een petitie vanwege de 8-jarige Chen Chin uit Odijk. Hij dreigt te moeten terugkeren naar China. Inwoners van Utrecht hebben meer kans op werk dan die in 50 andere grote gemeenten. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek over economie en de arbeidsmarkt in gemeenten. De kans dat iemand in de stad Utrecht een baan krijgt is bijna 99%. In delen van Groningen is de kans op werk ruim 15% lager. Verder blijkt Utrecht een van de prettigste woonplaatsen van Nederland. Bewoners in de omgeving van Park Lepelenburg in Utrecht zijn boos. De nachtelijke sluiting van het park is namelijk per direct opgeheven. De gemeenteraad is tegen omdat niet te controleren valt of er mensen 's nachts het park binnengaan. Bewoners klagen al jaren over geluidsoverlast en drugsdealers, maar ze zijn nu dus weer terug bij af. De verbodsborden stonden er nog geen dag en worden nu afgeplakt. Ja, de overlast die bewoners ervaren, die wordt onder andere veroorzaakt door mensen die in het park barbecuen. Ze maken veel lawaai en ruimen daarna ook hun rotzooi niet op. Ja, lange ladders tegen hoge fruitbomen, kraampjes langs de weg en het geluid van rinkelende blikken. Kerstseizoen is weer begonnen. Bij kersenteler Theo van Nooy uit Koten is het extra druk. Want deze week gaat zijn droom in vervulling, een kersenmuseum. Het is een stressvolle periode voor Theo en al zijn medewerkers. De kersen zijn rijp om geplukt te worden en tegelijkertijd moet het museum morgen klaar zijn. De opening wordt groots gevierd, de commissaris van de Koning komt het kersenmuseum morgen dus openen. En daar wordt niet alleen het verhaal van de kers verteld, maar ook de geschiedenis van de kersenteelt in het Kommerijngebied. En daarvoor is een speciaal kersencafé gebouwd en het veilinghuis is weer in ere hersteld. Ja, ik vind het belangrijk, de Kromme Rijnstreek heeft die hele rijke historie en die moet gewoon bewaard blijven voor het nageslacht. Het is zo'n snelle digitale wereld tegenwoordig en mensen hebben ook wel weer behoefte naar een stukje rust, naar de roots, naar de historie van hun ouders, hun opa's en misschien nog wel generaties verder terug. Ja, en vanaf vrijdag is het Kersenmuseum in Koten voor publiek geopend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden. Ze werden gevonden in een auto van 3 mannen uit Amersfoort die verdacht worden van inbraak. De mannen werden zondagavond 15 mei aangehouden. Het gaat om een gouden dameshorloge en 3 gouden armbanden, waarvan 2 schakelarmbanden. De 3 mannen die wonen in Amersfoort en zijn aangehouden in Zeist. Dus misschien dat deze sieraden afkomstig zijn van een woninginbraak in of rondom een van die plaatsen. Straks in bureau Hengeveld meer over deze zaak. Maar Sagarko, wat zijn je andere onderwerpen? Nou, Marie-Carmen, we gaan het ook hebben over een inbraak in het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug in Doorn. En die inbraak die vindt op een hele klassieke manier plaats. Een man die stelt een ladder op tegen de gevel van dat pand en kruipt omhoog en slaat dan een ruitje in en weet binnen dan een aantal lockers open te breken en steelt onder meer een geldkistje met daarin een paar duizend euro. Maar deze man is gefilmd. Hij staat op bewakingsbeeld waarop we hem naar boven zien klimmen op die ladder. Dus hopelijk wordt deze knakker herkend. In de Jumbo in Utrecht-Overvecht proberen 2 mannen bijna 60 tubes tandpasta te stelen. Maar ze worden betrapt door een beveiliger.
En als die beveiliger hen dan aanspreekt, ja, dan wordt hij ruw opzij geduwd en gaan die mannen er vandoor, zonder buit dus. En ook zij staan op bewakingsbeeld. In Utrecht spreekt een zeer netjes geklede man, een bejaarde man aan, weet dan via een babbeltruc zijn pinpas te stelen en pint daar vervolgens veel geld mee. Nou, ook deze man moet natuurlijk gepakt worden. Thomas Aling van Politie Midden-Nederland die schuift er straks bij me aan. Samen nemen we alle zaken door. En uiteraard hopen we weer op heel veel tips. Jazeker. En dan tot slot krijgt u van mij nog het weer. In de loop van de middag is er meer bewolking en er is veel kans op een regenbui. De temperatuur zal zo rond de 16 graden schommelen. Nou, vanavond dan blijft er kans op regenbuien. Mogelijk ook nog onweer daarbij. En vannacht zal het weer wat droger worden. Het koelt dan af naar een graad of 10. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er dus met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan en nog een hele fijne middag.